Google wil een datacentrum bouwen op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. De softwaregigant heeft daarvoor 70 hectare grond aangekocht. Jo, dat is mooi, toch? Wordt Middenmeer eens op de kaart gezet. Ja, er staat al genoeg, dus kan er nog wel bij, toch? Als je het arbeidsplaats oplevert, dan is dat toch prima. Ik denk dat het wel een goede boost is voor het dorp. Ja, dat vinden wij geweldig. En dat betekent dus eigenlijk de bevestiging dat dit voor grote datacenterbedrijven een hele goede locatie is. Dat we de benodigde voorzieningen hier goed op orde hebben. Want technoreus Microsoft zit al een paar jaar op ditzelfde terrein. Het nieuwe datacentrum van Google moet er wel mooier in het landschap passen dan de gebouwen van Microsoft, vindt de Partij van de Arbeid. Nou, die zijn toch wel best saai. Grijze gebouwen. En we hebben ook wel eens gehad dat men bij de gemeente het idee had, nou, als we het dan maar groen schilderen, dan is het ook ingepast. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Goede architectuur, dat vergt wel wat meer dan alleen een groen verfje. Zo van, nou ja, gras is groen, dus we schilderen het maar groen. En daar hoopt u op als Google straks zijn datacenter daar neerzet dat het echt past bij de omgeving? Ja, ik hoop dat ze zo vooruitstrevend zijn en dat ze ook bereid zijn daar wat extra geld in te steken. Nou, het bestemmingplan is onherroepelijk. Dus dat betekent, en het datacenter wordt toegestaan binnen het bestemmingplan. En dan gaan ze besluiten of ze daadwerkelijk gaan bouwen of niet. Dat zou al nog dit jaar kunnen zijn, maar afhankelijk van welk besluit ze nemen.